Dat zei ik dus al begin van deze vlog, zei ik al van het gaat zo'n dag worden. We hebben vandaag ook weer iets heel leuks, want ik ga ook weer cabineritten filmen. Wat is er allemaal gebeurd? Ik stond in één keer stil, midden op de lijnbaan. En even een testetje voor de binnenoproep. Hallo, hallo. Hij doet het. Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Naomi Muller. Ben je nieuw bij dit kanaal? Vergeet dan zeker niet te abonneren en even een likeje omhoog te doen. Ja, een duimpje omhoog te doen. Goed, het gaat weer helemaal goed mensen. Het is een ochtenddienst. Het is zondagochtend vandaag. Ik heb vandaag lijn 8. Ik ben op remise Kralingen. En ik ben een wagen aan het pakken. Dus ja, ik ga vandaag gewoon weer even lekker vloggen voor jullie. En er komen ook wat mensen mee vandaag. Dus dat is ook hartstikke gezellig. Let niet op mijn ochtendblik. Ochtenden zijn niet zo mijn ding voor de meeste mensen die dat weten. Maar goed, ook dat komt wel goed. Ik ga even de wagen gewoon klaarmaken. Even een testetje voor de binnenoproep. Hallo, hallo. Hij doet het. Nou, eigenlijk zoals jullie zien, 's ochtends dan test ik altijd de tram op allerlei dingetjes. Of alles klopt, de ruitenwisser werkt, het licht werkt, seinen werkt, deuren werken. Eigenlijk werkt alles tot nu toe gewoon. Dus dat is een goed teken. Dat betekent dat we deze wagen mee naar buiten kunnen nemen. Yeah! Nou, alles staat ingesteld. De ABS staat ingesteld. Nu alleen nog even lekker de lichten dimmen. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Voor degene die het willen weten, het is nu 8 uur. Ik doe echt alsof het 4 uur 's nachts is, maar nee, het is 8 uur. Maar ja, het is zondag hè. De meeste mensen die liggen nu nog in bed. Dus, maar ik moet met 2 minuutjes naar buiten, dus ik ga even alle wissels omleggen zo. En dan gaan we beginnen vanaf het Oostplein volgens mij, richting de Kleinweg. Goedemorgen. Daar zijn we dan bij de Kleiweg. Ik zie er al een stuk wakkerder uit. En deze is ook mee. Zoals jullie net zagen kwam die heel leuk aanrennen, maar had ik de deur lekker dicht gehouden. Ik kreeg de deur niet open hoor. Ja, is gewoon voor ons gemeen. We hebben vandaag best wel een lange dienst. Want volgens mij moet ik tot 4:30 vandaag werken. En ja, we hebben toch wel op tijd begonnen, dus dat is wel een lang dienstje. Geef je alles gewoon dan. Dankjewel. Kijk, gewoon personal assistant. Maar ik ga de kachel aan doen. Ja, dus we hebben vandaag een lang dienstje. Er komen nog meer mensen mee trouwens. Nick die komt ook nog, volgens mij. Klopt. En om 9:05. Oké, maar ja, dus die komt ook nog mee. En ja, jullie weten, het kan echt wel zo zijn dat we in één keer weer een hele groep hebben, hè? Ja, nou, daar gaan we weer helaas. We moeten gaan vertrekken. Bye. Doei. Kijk mensen, hier moet je het voorbeeld aan nemen. Echte sportievelingen op de zondagochtend. Oh, kijk eens wie er ook gekomen zijn. Hoi. Hoi. Hoi, hoi. Nou, ik denk dat mensen jullie ondertussen wel een beetje herkennen, toch? Ja, van de volgende vlogs ook. Zatvolgers. En hij is er ook nog steeds. Gezellig. Jij. Oh, weet ik. Nou, we zijn vandaag dus weer met een lekker groepje. En ja, dus het is nog wel. We zijn weer met de kindercrash op stap. Gezellig. Ja, leuk. Nou, nu missen we de twee. Thomas en die andere Damien. Toch? Ja. In principe wel, die zijn er altijd ook bij, hè? Maar goed, hè? Wie weet. Misschien denken ze dadelijk ineens van: oh, ik wil ook komen, dan komen ze ook. Je weet niet. Je weet nooit hoe die dagen gaan, hè? Want we hebben het echt wel eens heel druk ineens. We hebben geen tijd meer, dus ik moet weer door. We gaan nu weer richting de Kleiweg. En dan gaan we het zien. Ja. Wat we onderweg allemaal mee gaan maken. Jullie letten op. Ja.
En dan hoor ik aan het einde van de rit. Oh nee, Spanje uitstaan. Gebeurd is. Ik ga het lekker rijden. Ja, doe maar dicht. Yeah, top. Thanks. En ja, zoals jullie zien, zitten de kinders hier altijd achter. Dolle pret. Ik ga lekker rijden. Echt, ik vind het zo apart. Net regende het nog volop en nu schijnt de zon. Soms denk ik echt van, hoe kan dat? Maar goed, ik ben nou bij Beurs en ik ben bijna bij de kleider. Het is echt heel apart weer. Vertel. Nee, ik zeg het zo meteen. Waar hadden we het over? Nee, ik zeg het zo meteen. Ik ben heel benieuwd. Oh. Oké, okay, dus, dat zijn jouw vrienden. Ja. Gaat alles goed? Nee. Jawel. Ik hou je in de gaten. Gaat goed. Dacht ik al. Hey, ze zijn gewoon ook echt buiten adem, hè? Nee hoor. Ik ben niet buiten adem. Maar goed, dus wij zijn nu bij de kleinweg aangekomen. Ik heb hier even pauze. Heb je het naar je zin, Nick? Ja. Ik word alleen half verblind hier. Door de zon. Oh, nou, ik vind het wel lekker. Ik heb een zonnebril mee. Ik hou van de zon. Echt waar, ik heb echt gewoon... Ik heb een lekker zonnebril mee. Voor mij ligt het eraan. Aan wat? De zon. Ja? Ja. Ik hou van zon. Maar goed, dus ik ga het eventjes... weet ik nog niet wat ik ga doen eigenlijk. Ik ga hier de kindercrash even verder voortzetten. Maar er kwam nog iemand dadelijk, hè? Ja, dat zei ik dus al begin van deze vlog, zei ik al van het gaat zo'n dag worden tegen jou. Van, geloof me, dan komen er meer en nog meer en dan nog meer. En dan ziet hij en dan ziet hij het en dan ziet hij het en dan is ineens heel de trein weer vol. Maar goed. Alleen Thomas hebben we dan zo meteen gedaan. Ja, hij kan niet. Die met die bus, toen hij had gewonnen. Oh ja. Ja. Die zou moeten komen. Ja, dan zijn kan. We weer compleet. Maar goed, ja, true. We hebben vandaag ook weer iets heel leuks, want ik ga ook weer cabineritten filmen. Zometeen ga ik de videobeelden laten zien van de GoPro cabineritten. Ja, laat me maar weten wat jullie van de video's vinden. Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
aangekomen bij de Kleiweg. En de hele groep is weer mee. Ik heb zojuist de cabine video's ook laten zien. Dus laat me even weten wat je daarvan vond. Want ik heb nu een andere positie. Heb ik de GoPro geplaatst. Dus ik ben echt eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Alleen af toen we stroomstoring hadden. Dat weet ik inderdaad ook nog. Ja, we hadden stroomstoring. Was je ook geschorst? Oh, met live gaan. Ja, klopt inderdaad. Dus nu zijn we live en we zijn aan het vloggen. Goeie. Maar in ieder geval, ik ga even naar binnen om mijn eten te warmen. Jullie letten even op de live. Ja. En dan kom ik zo meteen gelijk weer terug. Nou, ik heb net even lekker pauze gehouden. Ik ben alweer onderweg, namelijk naar de Sparta. Het is best wel druk, zie ik. Maar ja, het regent ook weer. Maar goed. Hier zijn die duiven, die zitten hier altijd lekker te chillen op Marconiplein. Dat is echt zo grappig. Kijk dan. Zo, wij zijn weer aangekomen bij de Kleiweg. Wat is er allemaal gebeurd? Ik stond in één keer stil, midden op de lijnbaan bijna. Pantograaf was naar beneden geflikkerd. Ja, maar binnen 5 minuten waren we weer aan het rijden. Ja. Stond de scooter niet helemaal lekker en ik reed onder een afsluitertje en toen pok, pok, pok en toen ging de beugel naar beneden. Maar goed, daar ging ook weer gelijk omhoog en die dingen gebeuren wel eens. Maar ja, de scooter niet geraakt in ieder geval. ik ben nu hier zo, ik heb even 10 minuutjes pauze en wij gaan zo meteen naar Oostplein. En dan zit er alweer op, want Oostplein ben ik klaar. Yes. Dus, vonden jullie het leuk? Tuurlijk. Ja, heb jij het ook leuk gehad? Ja. Online. Jij was vorige week ook met mij mee, hè? Op lijn 2. Ja. Heeft hij me heel de dag geholpen. We hadden 5 conducteurs en jij. We waren met z'n allen. Dus, okay, 5 conducteurs. Ik maak geen grap, ik had echt 5 conducteurs. 5, ja. Hè? Ja. Wat? Heel die dienst. Oh, maar dan zijn het gewoon nieuwe conducteurs. Ja, in opleiding, maar ja. Ik had er wel 5 bij me. 2 leermeesters en 3 opleider. Nog. Ja. En nog. De deur 2 in story. Dat was een trambel. Van de bus, ja. En wat eigenlijk? En die deurstoring die heb ik gemaakt. Welke deurstoring? We hadden een deurstoring. Oh, die. Maar die heb ik gefixt. En we hadden een Kiko-probleem. Nou. Maar goed, dat is allemaal gefixt. En wat nog meer? Te veel. Ik heb wat leuke cabineritten in deze vlog verwerkt. Dus dat is ook wel weer leuk. En voor de rest niet zoveel. Ik ben hier nou weer 4 dagen vrij. Ja, eigenlijk wanneer jullie deze vlog zien, zal ik ondertussen alweer bijna aan het werk zijn, denk ik. En daar staan we dan in de tram. Ik was heel verhaal aan het vertellen en ik kom gewoon tussendoor. Maar we zijn klaar voor vandaag. En ik ben nu onderweg naar de remise. En wat vonden jullie ervan? Goeie dienst, hè? Ja. Vond ik ook. Ja, toch? En we hebben net deze tram gehaald. En helemaal top. Nou, daar lopen we dan, hè? Het ruikt hier heel erg naar brand. En ik weet niet waar het vandaan komt. Echt hoor. Ik ben lekker onderweg naar de auto. En die zit er weer op voor vandaag. Het was een 9-uur dienst. Maar het ging echt mega snel voorbij. En we hebben ook weer genoeg meegemaakt. Dus dat was wel leuk.